Ricky, welkom in Belgrado. Goeie vlucht gehad? Was helemaal prima, ja. Zeker weten, we zijn goed aangekomen. Vanaf Twente Airport? Twente Airport, ja, dat was super eigenlijk. Ik denk veel beter kan je niet hebben. Vanuit Hengelo met de bus en uitstappen naast het vliegtuig. Dus we konden zo door. En al een beetje kunnen acclimatiseren hier? Zeker, ja, je bent er niet te lang natuurlijk. En het is het belangrijkste is eventjes dat je vooral ook aan de temperatuur went. Die gewoon heel hoog ligt. Alleen daar hebben we vandaag voor en vandaag ook de training voor. En dan zorgen we dat we klaar zijn voor morgenavond. Nou, jij bent natuurlijk wel een ervaringsdeskundige qua Europese wedstrijden. Is het lastig? Zo snel aan de temperatuur wennen? Nee, is niet zo lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. We hebben ook wel eens warme dagen in Hengelo. Hè. En zeker in de afgelopen weken, maanden, zitten die er ook bij. Dan begin je met de training wat vroeger. En nu beginnen we wat later, dus het zal al met al wel een beetje hetzelfde zijn. Waar de temperatuur misschien wat graadjes hoger ligt, maar daar komen we prima doorheen na in training, denk ik. Zoals gezegd, heb jij al heel wat wedstrijden in Europa gespeeld. Hoe is dit avontuur voor jou? Het avontuur zelf. Je bedoelt meer de Europese voetbal? Of doe je het met Twente natuurlijk? Nou ja, allebei natuurlijk. Kijk, het Europese voetbal is gewoon heel leuk. Daar praat ik mee over. Ja, je bent met het team onderweg. Je komt op andere plekken, andere stadions, andere tegenstanders vooral. En daarin ga je gewoon heel erg groeien. En dat merk je gewoon hoe meer wedstrijden je ook op dat Europese niveau gaat spelen, dat je daar echt beter van wordt. Dus dat is wel mooi en daar kijken we natuurlijk naar uit. Er zijn natuurlijk ook jongens in de groep die nog geen wedstrijd in Europa hebben gespeeld. Merk je dat aan hun of merk je dat aan de groep? Nee, ik merk wel dat iedereen heel gretig is om te gaan beginnen. En we hebben natuurlijk vorig jaar een fantastisch jaar gehad, waar dit een beloning uit is geweest. Die willen we wel doortrekken natuurlijk. En dat begint morgenavond en daar kijken we allemaal met heel veel plezier uit. Ja, morgen begint officieel het seizoen. De voorbereiding zit erop, de favoriete weken van de voetballer. Hoe kijk je terug op de hele voorbereiding? De voorbereiding is denk ik goed verlopen. Ik moet zeggen dat we waren een van de eerste, zo niet de eerste, die zijn begonnen denk ik met hun voorbereiding. Alleen die zijn we gewoon heel goed doorstaan en dat heb je ook kunnen zien aan de resultaten denk ik, die zijn heel goed geweest. En nu sta je hier en nu gaat het voor het echie. Dus dan maakt het niet meer zoveel uit wat de resultaten waren van de oefenwedstrijden. Je moet er morgen moet je staan en morgen moet je echt laten zien dat we er echt klaar voor zijn. Ja, morgen moet je er staan, maar weet je tegen wat voor tegenstander? Ja, natuurlijk. Het is niet een team wat in het geheugengif zit bij de Nederlandse fans, denk ik. En dat is ook heel normaal. En zo was dat ook natuurlijk bij ons. Alleen, ja, wij hebben natuurlijk onze analisten, een finale-analyst, die gewoon ons daar de juiste beelden kan laten zien om een heel goed beeld te krijgen van de ploeg. En wat verwacht je nou van jouw ploeg? Ja, van onze ploeg verwacht ik een heel gretig elftal. Kijk, we hebben, wat ik zeg, in de wedstrijd hebben we gewoon heel goed laten zien wat we ook kunnen. En ook zeker een geweldige afsluiting denk ik met Bologna, waar vooral de eerste helft gewoon heel sterk was. En ook het Twente is wat we willen zien denk ik. En daarnaast heb je natuurlijk de gretigheid van de jongens die gewoon dat we ons willen laten zien ook in Europa. En dat samen denk ik dat we er helemaal klaar voor zijn en, om deze tegenstander te bestrijden. Top, dankjewel, succes. Alsjeblieft dan.